Aan de Herensingel ging men vandaag terug in de tijd. Precies 68 jaar geleden werden Canadese bevrijders voor het gebouw op de foto gezet. Vandaag werd deze foto exact nagemaakt. Bij toeval was er een inwoner van Stadskanaal die hetzelfde voertuig als dat op de foto in zijn bezit heeft. Bovendien is het gebouw sinds de Tweede Wereldoorlog geen spat veranderd. Deze foto is het startsein voor historische rondleidingen door de stad, waarbij de voetsporen van de Canadese bevrijders gevolgd worden. We proberen eigenlijk ze door heel Nederland te doen. Alleen maar om die geschiedenis leven te houden en de herinneringen ook. Want de generatie die het mee heeft gemaakt, die wordt hard minder. En ja, dan zijn er straks geen mensen meer die het verhaal doorvertellen. En wij willen dan daarmee het verhaal doorvertellen. Dat vind ik een leuke herinnering. Ik had die foto wel eens eerder gezien. Volgens mij staat die ook op een omslag van een of ander boek uit de oorlog. Ja. Dus die foto kwam mij bekend voor. Lijkt het er een beetje op? Jawel, dat wel. Alleen die vrouw niet, hè. Die is anders, hè. Die heeft ook een ander kapsel en zo plaatst hij naar blond. Maar goed, dat doet er verder niks aan. Er liepen vorig jaar mensen mee die we hadden de oorlog echt meegemaakt. Die waren 81. Die liepen echt mee en die vertelden onderweg ook gewoon aan de mensen die meeliepen van hey, hier is dit gebeurd. En dat maakt het ontzettend bijzonder om die tours te geven. Niet alleen dat, maar ook jonge mensen die in de stad al heel lang wonen. Die denken van hey, dat had ik nooit geweten dat er zo zwaar is gevochten. Of hey, die gaten, dacht alleen slecht onderhoud, maar het blijkt dus gewoon kogelgaten te zijn. Dus dat maakt het die tours ook bijzonder. Ja. Hoe is het om zo'n foto na te spelen dan vandaag? Dat is heel leuk. Ja, dat vind ik zo leuk. Ik kom die foto al zo lang tegen in de boeken. Dus ja, absoluut top. En dit voertuig is van u. Hoe komt hij hier aan? Ja, ik doe samen de hobby met mijn vader. Mijn vader heeft hem, ik denk 15 jaar geleden gekocht. En in die tijd heb ik hem opgeknapt. Hij rijdt nu inmiddels ook alweer 7 jaar. Ja. Hij gaat ook wel flink hard, of niet? Ja, topsnelheid is 70 kilometer. Dat is ook nodig, want het is een verkenningsvoertuig. Dus hij moet snel. Dat stond dus ook op bekend. Simpel en snel. Heeft u ook al een rondje gemaakt op de motor? Nee, dat nog niet. Helaas. Ik zou het wel willen. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ik was al jaloers dat van die collega's van de andere tv-zender dat mocht. Dus het lijkt me wel leuk om te doen. Tijdens die tour zie je verschillende inslagen. Hier aan de Herensingel zijn ook nog verschillende inslagen te zien. De verhalen die ook door ooggetuigen zijn verteld, maar ook door de Canadezen. We hebben echt een Canadese regimentsverslagen hebben wij erbij. Om zo gedetailleerd mogelijk beeld te geven van de gevechten. Dus wij kunnen ook bijna exact op elke locatie wel zeggen waar wat is gebeurd. Het houdt u wel bezig, nog steeds? Zeker houdt het mij bezig, ja. Ja. En dat zal altijd zo blijven? Dat denk ik wel, ja. Tot aan mijn dood. Ik wil nog graag een poosje leven. Ja.